Ik ben Dennis. Wacht, ik deed heel raar. Ik ben Dennis en dit is Waldo. High five. Dit is een zender, deze geeft een signaal en die kunnen we met de ontvanger, dat is eigenlijk een apparaat waarmee ik dus het signaal van deze zender kan ontvangen, kunnen we hem terugvinden. Dus deze geeft om de zoveel seconden een signaal en als hij dus wegvliegt, dan raken we hem nooit helemaal kwijt. Kijk. En zo bevestigen we dat vast aan de staart. De definitie van valkerij, dus dat... Dat is letterlijk wat het is. Dat is het slaan van een wilde prooi met behulp van een jachtvogel. In dit geval Waldo. Wij jagen gericht op kraaien. Dus wij jagen uit de auto. We rijden rustig langs een koppeltje kraaien of een clubje kraaien of een enkele kraai. En dan doe ik het raam open. Gaat de huif af. En dan start Waldo door het raam naar buiten en probeert hem te pakken. We hebben nu kauwen gevonden. En nou ga ik proberen of dat die blijven zitten. Zodat wij, want Waldo komt alleen uit dit raam. Zeg maar, we vliegen hier uit dit raam. Nee, nee, ze zijn weg. Nou, nee. Te lang getreuzeld. Nou, we hebben dus zojuist een kans gehad. En alles was perfect. En ik had er echt een heel goed gevoel bij. Dus nu zijn we rond aan de rijen op zoek naar nog een kans. En dit is eigenlijk dus wat we de hele dag gaan doen. Even kijken hoor. Zit op het reis daar. Vet hè? Ik weet niet of je ze kan zien. Zit er iemand achter ons trouwens? Ja, oh, sorry. Sorry, ja, ga maar. Kan je ze zien nu? Ja, als het goed is wel. Ja. Gaaf hè? Wel vet. De reizen zijn fantastisch. Ik vind het de mooiste vogels die er zijn. Ja, sorry, we waren even onderbroken omdat er een klucht met patrijzen zat. Meerdere patrijzen bij elkaar heet een klucht. De kauwen zitten heel vervelend. Omdat er een hecht tussen zit. Maar ik hoop dat het een beetje gaat. Ja, hij is mij. Hey Waldo, nou heb ik hem, jij hebt mij. Hier, daar is hij. Hé, hey, kijk eens. Ja, ik moet hem hebben. Goed zo. Goed zo. Oké. Okay. Zo. Goed dat ik het ervan vind. Yes! Super, nou ik vind het van de vogel dus echt heel knap dat hij dit dus gedaan heeft. Over die heg heen. Kou zag hem niet eens aankomen. Heel gaaf. Nou, deze kou die is natuurlijk al, inmiddels is die er al niet meer. Waldo heeft nu eens gevangen en hij wil nu eten, want dat is zijn beloning. We willen nog een prooi vangen,
Dus nu heb ik een stukje duif in mijn hand. En dan ga ik dus proberen die kou om te ruilen voor een hapje duif. En dan gaan we het nog een keer proberen. Wout, als je nu terugloopt, moet je even letten. We proberen het allemaal zo netjes mogelijk achter te laten. Dus we lopen even gewoon het pad van het bed uit, zodat we niet over de bedden zelf heen gaan. Weet dat we geen schade aanrichten, want dat is natuurlijk het laatste wat we willen, dat we bij boeren mogen jagen en dat we schade aanrichten. Zo. Zonnetje, hè? Nee, waar ga je heen? Zie je hem nog? Ja, hij vliegt de boom in. Oh, hij zag ze niet, ik zag alleen de zon. Ik zag ze zelf ook erg slecht, want we kijken recht in de zon, zeg maar. Dus hij zit nu in de boom. Ik kan wel even filmen, hij krijgt nu op zijn ballen van al die kou. Dus die gaan we even terug naar binnen roepen. En dan gaan we wel kijken voor de volgende. We zoeken nu nog één prooi. En nou, dat begon ook wel weer vaag. Lekker zon erbij, fantastisch. Je moet het in één keer goed lullen of je bent de lul gewoon, hè, met dat vloggen. We zoeken dus nog één prooi nu. Ik wil Waldo graag afsluiten op een prooi, zeg maar. Op een echt een, dat die er eentje heeft. Dus we hebben er nu één, we hebben twee misvluchten. Ja, het ideale is dat we er nu nog eentje pakken en dan krijgt hij zoveel te eten als dat hij wil. Kunnen we mooie fotootjes maken. De reden daarvoor is dat ik positief wil afsluiten. Ik wil dat hij weet dat als hij op een gegeven moment, dat die prooi zeg maar het einddoel is. Dat het einde van de dag is, voldoening met de krop en dat hij daar altijd voor blijft gaan. Dus ik wil hem nu niet, we hebben de eerste prooi gevangen en toen twee missers. Ik wil hem niet afsluiten op een van die missers. Ik wil hem echt op succes. Op succes, het moet goed gaan. Dat wil ik. Kijken of het lukt natuurlijk. Dat is ideaal gezien. Dus dat gaan we nu proberen. Okay, ik rij nu door. We hebben kouwe gezien. Ik rij nu door. Het waren er best wel veel. Ik hoop dat ze blijven zitten. Dat ze misschien zelfs nog iets dichter langs de kant gaan zitten. Ze zaten een beetje wijd. Ze zitten weer achter een heg. Dat is altijd vervelend. Want daar moeten ze natuurlijk ook zien. Ik sta alweer gespannen in mijn stoel. Vaak zit ik. Ik ga hier een keer en dan gaan we terug. Zal ik je camera? Ik ben door mijn auto heen gesprongen, denk ik. Ik weet niet hoe ik hier gekomen ben. Oh, ik denk dat jullie er helemaal niks van zagen, hè? Want er zat een heg. Er zat een heg tussen. Ik deel erop. Maar ik denk dat we onze afsluiter hebben. Kijk, de kou die is er
Die is er al niet meer. Kijk, Waldo heeft hem, als je dichterbij komt, kan ik dat laten zien. Kijk, Waldo heeft hem gewoon bij zijn hoofd vast, zie je. Kijk, die kou die heeft niet eens doorgehad wat er nou precies gebeurd is. Nou. Kijk, Waldo die is al aan het eten. Dus die laten we rustig eten. Die laten we een mooi zijn ding doen. Ik ben wel blij mee. Ik ben er wel, zeg maar, heel erg blij mee. Ik zet hem even snel vast. Dan zet ik mijn auto even aan de kant. En dan... zal ik me introduceren. Ik ben Dennis. En ik ben Valkenier. Even kijken, want mijn auto staat nog aan. Zo, kijk, hij zit nu vast. Hij gaat nergens meer heen. De dag is afgesloten. Ga ik even mijn auto uitzetten. Ik ben Dennis en dit is Waldo. Ik ben een valkenier en bevriend met mensen die YouTube-video's maken. Dus eigenlijk was daardoor een beetje het idee gekomen om video's te maken. Waldo is mijn Europese havik. Ik jaag met hem op kraaien. Ja, dat is eigenlijk een beetje wat ik doe. Ik doe ook veel vissen en jagen met het geweer. Nou, vooral van het vissen heb ik de intentie om ook video's te maken. Als jullie het leuk vinden wat ik doe, als jullie mijn kanaal willen volgen, als jullie Waldo tof vinden, wat ik natuurlijk snap, ik zou Waldo ook leuker vinden als mij, dan like en subscribe even. Dan beloof ik bij deze dat er nog meer video's komen. Je bent door je raam gesprongen.